Beste broeders en zusters, beste vrienden, volgers, beste parochianen van Martha en Maria Parochie en van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. En jullie allemaal die daar thuis met ons verbonden zijn, van harte welkom. Jullie daar thuis, hier in Nederland, maar ook buiten Nederland. Want ik heb ook gehoord dat in Canada, Verenigde Staten, in Zuid-Amerika vandaag ook, een paar mensen die heel goed Nederlands kunnen spreken, in Colombia, ze zijn ook met ons verbonden, hoop ik tenminste, van harte. Ik heb wel een bericht gestuurd. Welkom in deze viering. Een bijzondere viering, een Maria-viering, Maria Vespers. En gewijd aan Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Ik heb een bijzondere band met Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, want mijn diakenwijding, dit is het liturgieboekje van mijn wijding, heb ik aan haar gewijd. Waarom? Ik zal jullie wel vertellen in de preek. Dan kunnen jullie zelf ontdekken hoe bijzonder het beeld van Maria is. Hoe bijzonder dat alle delen of onderdelen van het beeld een bijzondere betekenis heeft. En ik heb voor jullie een tekst. Ik wilde heel graag aan het begin van deze viering het beeld zelf uitleggen, maar dat zal ik niet doen. Ik wil heel graag op internet de tekst zetten. Ik zal aan mijn medebroeder, aan Roderick, vragen om op internet die te zetten. En ik maak jullie wel nieuwsgierig om straks diep in te gaan in de betekenis. Want haar haar, haar gezicht, de houding van haar handen, alles heeft een bijzondere betekenis. En voor mij, als missionaris, is het heel belangrijk om naar het beeld van Maria te kijken vanwege mijn inburgeringsproces. Ik moet een nieuwe taal leren, een nieuwe cultuur. Ik moet in een andere plek gaan wonen. Nou, moet is geen woord, maar dat wilde ik wel heel graag. En Maria was een verbindingspunt tussen God, het geloof en het Amerikaanse volk. En als ik over het Amerikaanse volk spreek, spreek ik niet alleen maar over de mensen uit de Verenigde Staten, maar ook uit heel Amerika als continent. Maria was een verbindingspunt. Het beeld van Maria, het gezicht van Maria, is het gezicht van een Indiaanse vrouw. Maria wilde het gezicht van haar kinderen aannemen. Het christendom was zo vreemd voor hen. Zij hadden hun eigen overtuigingen, maar na de verschijning van Maria begon Jezus dicht bij het volk te komen. Onder vrijheid, respect, gelijkheid. En dat is inderdaad de boodschap van het evangelie. Liefde, rechtvaardigheid, gelijkheid, respect voor elkaar. Dat is de bedoeling en dat is Maria een teken van. Daar is Maria een teken van. Een teken van verbinding. Een teken van de moederlijke liefde. Beste broeders en zusters, ik kan me voorstellen dat het Mariabeeld van Lourdes, het Mariabeeld van Fatima, komen wel voor jullie heel bekend voor. Maar het beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, dat kennen jullie wel niet zo goed. En juist daarom wil ik vandaag, weet je, het verhaal van Maria van Guadalupe vertellen. In 1531 ging een Indiaan genaamd Juan Diego, begin december, op een zaterdagochtend vanuit zijn woonplaats naar Mexico-stad om de catechismuslessen bij te wonen en de heilige mis mee te vieren. Toen hij aankwam bij de heuvel genaamd Tepeyac, was het ochtendgloren en hoorde hij een stem die zijn naam riep. Hij klom naar de top en zag een vrouw van bovenmenselijke schoonheid, wiens jurk zo helder was als de zon, die met zeer vriendelijke woorden tegen hem zei: Juanito, de kleinste van mijn kinderen, ik ben de maagd Maria, moeder van God, door wie men leeft. Ik verlang er sterk naar dat hier een kerk voor mij wordt gebouwd, zodat ik daarin al mijn liefde, medeleven, hulp en verdediging kan tonen aan alle bewoners van deze aarde en aan allen die mij aanroepen en in mij vertrouwen. Ga naar de bisschop. Oh, wat een taak. Ga naar de bisschop en zeg hem dat ik een kerk wil op deze plek. Ga en doe je best. Wat een moeilijke taak voor een Indiaan.
voor een jonge man. Die moet een afspraak maken met de bisschop. Dus Juan Diego ging naar de bisschop toe om hem te vertellen wat Maria zei. Maar de bisschop geloofde hem niet. Dat is ook niet zo vreemd. Ja, inderdaad, het is een Indiaan, wat is er aan de hand? Op de terugweg naar zijn dorp ontmoette Juan Diego opnieuw de maagd Maria en legde haar uit wat er was gebeurd. De maagd vroeg hem de volgende dag opnieuw te gaan om met de bisschop te spreken en de boodschap te herhalen. Deze keer zei de bisschop, nadat hij Juan Diego had gehoord, dat hij de vrouwen moest gaan vertellen dat zij hem een teken moest geven. Dat zou hem bewijzen dat zij de moeder van God was en dat het haar wil was om een kerk voor haar te bouwen. Wat een wijsheid ook van de bisschop. Dus het kan niet zomaar uit jezelf komen. Ga maar aan Maria vragen om een teken. Dat wil ik graag zien. Bij zijn terugkeer vond Juan Diego Maria en vertelde haar de feiten. De maagd beval hem de volgende dag terug te keren naar dezelfde plaats, omdat zij hem daar het teken zou geven. De volgende dag kon Juan Diego niet terug naar de heuvel, omdat zijn oom, Juan Bernardino, ernstig ziek was. In de vroege ochtend van 12 december vertrok Juan Diego gehaast om voor zijn oom een priester te halen, omdat zijn oom stervende was. Toen hij aankwam op de plaats waar hij de vrouwen zou ontmoeten, nam hij liever een andere weg om haar te vermijden, want hij had haast. Plotseling kwam hij Maria tegemoet en zij vroeg hem waar hij heen ging. De beschaamde Indiaan legde haar uit wat er aan de hand was. Onze lieve vrouw vertelde Juan Diego dat hij zich geen zorgen moest maken, dat zijn oom niet zou sterven en dat hij al gezond was. Het eerste wonder dat onze lieve vrouw heeft gedaan. Dus maak je je niet zorgen, ga maar weer met jouw missie, de missie die ik aan jou heb gegeven. Jouw oom is al gezond. Toen vroeg de Indiaan haar om het teken dat hij naar de bisschop moest brengen. Maria vertelde hem dat hij naar de top van de heuvel moest gaan, waar hij verse Castiliaanse rozen zou vinden en hij trok zijn tilma aan. Een tilma is een soort poncho die gebruikt werd door mannen uit die tijd. Dat is een tilma. Hier in Nederlands is ook een achternaam, dat weet ik wel. Maar een tilma is eigenlijk een poncho van Indianen. Hij sneed er zoveel mogelijk rozen af en bracht ze naar de bisschop in zijn tilma. Dus hij heeft er zoveel rozen meegenomen, in zijn tilma ingedaan en die ging naar de bisschop toe met de rozen. Voordat Juan Diego voor Monseñor Zumarraga zijn tilma ontvouwde, vielen de rozen op de grond en werd de tilma beschilderd met wat nu bekend staat als het beeld van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Toen de bisschop dit zag, nam hij het heilige beeld mee naar de hoofdkerk en bouwde een kerk op de plaats die de Indiaan had aangewezen. Pius X riep haar uit tot patrones van heel Latijns-Amerika. Pius XI tot patrones van Amerika, het hele continent. Pius XII noemde haar keizerin van Amerika. En Johannes de 23e de hemelse missiezuster van de nieuwe wereld en de moeder van Amerika. En die missiezuster, moeder van de missie, dat spreekt mij heel veel aan. Het beeld van de maagd van Guadalupe wordt in geheel Amerika met grote toewijding vereerd. En de wonderen die er op voorspraak van Maria van Guadalupe worden verricht, zijn buitengewoon. De maagd van Guadalupe heeft het bruine gezicht van de Indianen. Het komt voor mij heel bekend voor. Zij is een van de mensen. Paus Franciscus zei vorig jaar op haar feest, Maria was una mestiza, om de moeder van allen te zijn. Mestiza is een leenwoord uit het Spaans om een persoon met gemengde afkomst aan te duiden. Zij vermengt zich met de mensheid. En waarom? Vroeg Paus Franciscus zelf. Omdat zij zich vermengd heeft met God. Maria is de uitdrukking van een God die dicht bij ons staat. Een God van solidariteit.
Een God die ons gezicht, de kleur van onze huid aanneemt. Maria van Guadalupe is een teken van liefde en vrijheid. Op 6 september 1810, de bevrijdingsdag van Mexico, zei pastoor Hidalgo, de pastoor van Mexico, met luide stem vanaf de preekstoel: lang leven de maagd van Guadalupe, lang leven de vrijheid, weg met onderdrukking. In de Bijbel begint bijna elk verhaal met een geboorte. En ons christelijk geloof en onze geschiedenis beginnen met de geboorte van Jezus. Maria is de eenvoudige en nederige moeder, de dienaar van God en van de broeders. Diegene die loopt om Elisabeth te ontmoeten. Diegene die naar buiten gaat om haar kinderen in nood te ontmoeten. Maria rende om Juan Diego te ontmoeten, om alle indianen te ontmoeten, zodat er een nieuw volk wordt geboren. De maagd van Guadalupe, die aan Juan Diego verscheen, bracht de geboorte van een nieuwe kerk. En dat vind ik prachtig. Een nieuw geloof in Mexico en in Amerika, het nieuwe continent, dat verdeeld was, waar gediscrimineerd werd, waar mensen ongelijk behandeld werden. Een land wat in oorlog was. Maar de religieuze bewegingen, de politici, de priesters, konden niet doen wat Maria heeft gedaan. Ze waren niet in staat om te doen wat Maria deed. Leven geven aan de minderen. Stem geven aan de indianen. En waardigheid geven aan allen. Zo was het voor het Amerikaanse volk het christendom niet meer vreemd. Op de berg Tepeyac was Juan Diego geroepen om te bemiddelen tussen de moeder van God en de bisschop, tussen zijn volk en de Spanjaarden. Een taak die niemand aan een indiaan zou toevertrouwen. Dat heeft Maria gedaan. Aan een indiaan de taak vertrouwen om in gesprek te gaan met de kerk en met het volk. Tepeyac is de berg Sinaï van Amerika. Hier wordt de wet van liefde en medeleven aan iedereen gegeven. Worden de armen gelukkig en wordt de glorie van God aan de Indiaanse Juan Diego geopenbaard. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Hij keek naar de vernedering van zijn dienstmaagd. In Mexico wilde onze lieve vrouw door Juan Diego de Indianen, de armen, de onderdrukten ontmoeten en zei tegen hem Juanito. Weet u wat Juanito betekent? Kleine Juan. Juanotje zou ik zeggen in het Nederlands. Juanito, wat een tederheid van een moeder. Een teken van gelijkheid, van vrijheid, van liefde. Dat is wat wij als christenen moeten doen. Verkondig het evangelie van liefde, van de gelijkheid, van de rechtvaardigheid, van de vrijheid. En juist daarom is onze lieve vrouw van Guadalupe voor mij zo belangrijk. En ook de kerk. Als teken van de liefde van God. Dankzij onze lieve moeder, de maagd Maria, een indiaan en de bisschop, kwam het geloof dicht bij het volk van Amerika. En dankzij ons allemaal komt het geloof dicht bij onze medemensen. Amen. De zegen hebben we al ontvangen van onze lieve Heer, maar net als wij hier in Nederland heel veel voor Maria zingen, dus de Lourdes op de Bergen bijvoorbeeld, zingen wij ook in Latijns-Amerika en in heel Amerika voor onze lieve vrouw van Guadalupe. Vandaag heb ik een hymne meegenomen, tweede versie van La Guadalupana. En ik heb aan Frits ook de tekst gegeven en nu willen we graag samen voor onze lieve vrouw van Guadalupe in het Spaans zingen. Hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyac.
Dante juntaba las manos. Y eran mexicanos, su porte y su faz. Su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac. Por el monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, al oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo: este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi altar. Madrecita de los mexicanos, que estás en el cielo, que estás en el cielo, ruega a Dios por nos. Op voorspraak van onze moedermacht van Guadalupe vragen wij God om zijn zegen. Een fijne avond toegewenst en heel mooi dat jullie met ons hebben meegebeten. Altijd van harte welkom via online. Tot volgende keer. God zegen.